Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. En vandaag met een hele bijzondere gast. Onze dochter, Elin. Ja. Yeah. Die doet vandaag even mee. Het leek me leuk om even een kort filmpje op te nemen. Ik heb dat met Niels ook gedaan. Een welkom Niels video. En nou ja, dit is ook de enige keer dat jullie haar in beeld gaan zien. Tenminste herkenbaar. Want daarna doe ik het, nou ja, zoals jullie Niels ook in mijn vlog zien... Komt ze, nou ja, onherkenbaar in beeld. Nou, bij een baby is herkenbaar, onherkenbaar nog een beetje een dingetje. Maar zeg maar dat, ja, dat is, ik denk, pas als ze echt gaat groeien, dan zal je er, nou ja, wat minder zien. Maar in ieder geval, vandaag zie je er wel. En ja, ik wil daar heel graag even aan jullie voorstellen. En een klein beetje meer vertellen. Mijn bevalverhaal komt in een aparte video. En natuurlijk zie je dingen in mijn vlogs. En ik ga... ook denk ik gewoon weer updates opnemen van hoe ik mij voel zo na de zwangerschap. Net als dat ik tijdens de zwangerschap updates heb opgenomen. Maar ja, ik wilde vandaag heel graag even aan jullie voorstellen. En dit is dus Elin. En ik zal even een beetje laten zien. Ja, maar nu ben je nog wakker, hè. Boep, boep, boep. Kijk eens. Hallo. Hallo. Dit is er. In tegenstelling tot Niels heeft ze een hele grote bos donker haar. Ja, hoe kan dat nou, hè? Het is gloeiend heet. Het wordt vandaag, ja, het wordt vandaag 38 graden. Dus ik ben hier redelijk aan het stikken. Het is moment. Ja, ja, wat ga je doen? Ga je mijn haar doen? Ze heeft net gegeten. Dus het kan zijn dat ze zo krampjes krijgt. Elin is nu 1,5 week oud. Dus nog echt een droppie. Ja. Ze is geboren, het mocht even duren, met 41 weken en 6 dagen. Dus een dag voordat ik 42 weken zou zijn. We hadden de inleiding al gepland staan op 41 plus 6. Maar het is in de nacht van 41 plus 5, zeg maar. Dus een dag daarvoor zijn begonnen de weeën. Dus heb ik uiteindelijk, hoefde ik niet te worden ingeleid. En dat is natuurlijk super fijn. Daar ga ik het dus allemaal apart nog een keer over hebben. Want ja, dat is voor een ander moment, toch? Ja. Yeah. En ja, ik wilde gewoon even kort over haar vertellen. Ze is, ze was groter dan Niels bij geboorte. Dat was niet helemaal zo ingeschat. Ze dachten kleiner. Maar goed, het scheelde 40 gram. Dus zij was 3880 gram. Dat is groot, maar op zich niet voor een kind van 42 weken valt het mee. Het is niet een 10 tonner. Ze is lang. Ja, ze zegt gewoon, voor mijn gevoel zegt ze altijd 50 centimeter, maar ze is wel langer dan dat. Dat zie je gewoon aan haar maatje 50, die toch best wel een beetje krap zit. Hele lange benen, hele grote voeten. Zal ik ze eens even laten zien? Zal ik ze eens even laten zien? Woep. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ze heeft echt enorme tenen en hele mooie lange vingers, hè? Ja. En ze deed het meteen super goed. Ja, yeah. Dus eigenlijk had ze volgens mij na een minuut of zo had ze al een apkarscore van 10. Ze had eerst 9, omdat ze nog een beetje blauw was, maar ze had ook een beetje klem gezeten. Maar daarna was ze meteen een 10. En ze doet het echt heel goed. Ze eet als een bootwerker. Ze kwam, ze viel aan het begin flink af. Wil je even zo liggen? Ja, krijg je nu krampjes, hè? Je krijg je nou krampjes. Aan het begin viel ze gaf 8% af. Ik weet niet precies hoeveel dat is. Reken het even uit als je het precies wil weten. Maar viel ze dus flink af. Maar daarna, dat was volgens mij in 1 of 2 dagen. En daarna ging het echt in 1 streep omhoog met 100 gram per dag. Waar gemiddeld genomen moet ze zo'n 15 à 30 gram per dag aankomen. Nou, dus dat haalde ze... met gemak. Dus ze zat ook heel gauw weer op de geboortegewicht. En nu dus al daarboven. Dus we zijn ook al naar buiten geweest. Oh, nu heb je krampjes. Hey. Ja, je hebt krampjes. Je hebt krampjes. Kom maar kijken. Oh. Oh. En het nadeel van zo goed drinken is dus dat ze krampjes heeft. En daar kan ze echt flink last van hebben. En ja. Ja, dat is niet fijn, hè. Ja.
Och, de poekie poekie. Ik moet mijn haar even los, zo. Niels had trouwens ook heel veel krampjes. Maar goed, dat is dus een nadeel van zo goed eten. Is, ja, die darmpjes zijn er nog niet aan gewend. Dus ja, krijg ik krampjes. Verder ja, doet ze het eigenlijk fantastisch. Ik moet zeggen, het is best wel weer wennen. Want je bent toch eigenlijk alles wel weer een beetje vergeten. En het is gewoon heel anders dat je er een tweede bij hebt. Want je hebt zeg maar met Niels een heel helder ritme. En Niels is gewend om alle aandacht te krijgen. Ja, en nu moet je die aandacht verdelen. En heb je geen ritme. Want zij moet gewoon elke 3-4 uur eten. Ja, dat is dus elke dag anders. Want dat loopt. Ja, het begint nu al een beetje een systeem in te komen. Maar het is niet, het is niet zoals Niels dat je gewoon weet, nou, om rond 6:30, 7 gaan we aan tafel. En ja, het kan ook zomaar zijn dat zij dan net moet eten. Dus nou, dat soort dingen vind ik best wel een uitdaging. Sowieso vind ik het combineren, zeg maar, het aandacht verdelen tussen twee kinderen, waarvan er eentje, ja, die zet gewoon een scheur open als ze honger heeft. Om dat dan af te wisselen met zeg maar Niels, dat vind ik best wel lastig. Maar ook daar wennen we langzaam aan, hè? Ja, ook daar wennen we aan. Niels doet het fantastisch. Niels is echt het allerliefste broertje aller tijden. Sorry voor mijn grote borsten, maar dat krijg ik van borstvoed. En als een dan steeds mijn shirt naar beneden trekt, dat ook niet mee. Oh, nu ga je slapen. En ja, hij is echt super lief. Hij wil er constant kusjes geven. Hij is boos als... Hij wordt boos als je er niet, hè, als je er niet, of als je er aan het huilen maakt. Ik doe even een beetje, zo. Hij wordt boos als je er aan het huilen maakt. Hij was ook heel erg fel op de thermometer. Ze moesten natuurlijk, zeker de eerste week, moesten elke keer getemperatuurd worden. En als ze dan gingen verscholen, zei hij niet met de thermometer, niet met de thermometer. Dus nee, het is echt een heel lief zorgzaam broertje. Echt... Ja, hij doet het gewoon echt fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Er komt ongetwijfeld een moment dat hij het niet leuk vindt. Maar dat is nog niet gekomen. Hij is echt de cutest met haar. We proberen het wel zo te doen dat hij ook gewoon af en toe nog even... bijvoorbeeld naar mijn ouders gaat. Dat hij gewoon daar even lekker kan spelen. Zonder dat de aandacht verdeeld hoeft te worden. En nou weet je, op een gegeven moment kan dat natuurlijk ook steeds makkelijker weer. Maar dat is gewoon nog even wennen. Het is gloeiend de gloeiende heet. Maar zij lijkt er niet echt last van te hebben. Dus dat is heel fijn. En ja, het is gewoon allemaal, het is allemaal weer even wennen. Van oh ja, zo werkt dat. Ze doet het fantastisch. Ze eet dus als een bootwerker. En dan, maar op zich, daartussen slaapt ze gewoon. Dus haar slaap zit meestal tussen de 3 à 4 uur moeten we er weer voeden. Behalve 's avonds, want dan gaat ze cluster voeden. Dus dat betekent dat ze elke 2 uur, liefst zoals de hele tijd. Maar goed, je mag dan na 2 uur weer voeden. Dus dan krijgt ze elke 2 uur. Het voordeel is dat ze vervolgens slaapt. Dus dan geven we rond 11, 12 uur de laatste voeding. En dan slaapt ze tot 's ochtends, nou ja, ongeveer 6:15. Vanmorgen was 6:15. Gisteren was het 6 uur, dan is weer 6:30. En dat is natuurlijk een portie fantastisch, fijn en heerlijk. Dus dat is echt, dat doe jij heel goed. Met mij gaat het ook goed. Nou, wat ik zei, mijn bevalverhaal, dat komt even apart. Maar... het was in ieder geval een hele andere bevalling dan met Niels. Echt heel anders. Ben wel helaas toch weer geknipt. Geen totaalruptuur, dus dat is heel fijn. Maar wel geknipt. Dus het herstel duurt wat langer en is wat pijnlijker. Maar ja, het was nodig. Ja, ik moet zeggen dat ik vergelijk natuurlijk alles met hoe het met Niels ging. En ja, toen kon ik nu gewoon net een beetje lopen. En nu kan ik gewoon, ik ben gisteren gewoon een beetje naar de winkel geweest. Nou, houd dat niet lang vol. Maar nou, zover kon ik eerst echt niet lopen. En dat vind ik gewoon heel fijn. Dat je gewoon nu weer iets mobieler bent. En ik moet echt voorzichtig doen. En ik merk als ik te lang heb gelopen, dan doet het de onderkant zeer. Maar het is echt niet te vergelijken al met de totaalruptuur. En ja, daar ben ik gewoon super blij om. Mijn baarmoeder zakt goed terug. Ja, de borstvoeding gaat top. Dus we hebben eigenlijk geen klagen. Nee, jij bent moe. Ja, je moet lekker gaan slapen, moppie. Ik ga haar lekker in bedje leggen.
Het was natuurlijk weer een bijzonder onsamenhangende video, maar ik wilde jullie toch gewoon heel graag even aan haar voorstellen, aan deze kleine prinses. Wat ik zei, ze is dus heel veel donkerder dan wat Niels was. Niels had ook veel haar trouwens, niet zoveel dit, maar zij heeft gewoon echt een matje. Dat kan je misschien nu niet zien, maar ze heeft echt een matje. En het is dus heel donker. Sven en ik waren allebei licht bij geboorte, maar kan ook niet meer, dat is het. Verder lijkt ze heel erg op Niels trouwens, misschien ook wel leuk. Ze heeft echt dezelfde mond, dezelfde neus. En het is een poepie. Ik ga haar lekker in een bedje leggen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om haar even zo te zien. Wil je meer van haar zien? Op Instagram post ik natuurlijk ook regelmatig foto's. En mocht je vragen hebben voor mijn bevalverhaal video of voor andere films die ik ga opnemen over haar en hoe het bij mij gaat met herstel en hoe het met haar gaat, laat het vooral hieronder weten in de comments. Vond je deze video leuk? Vergeet dan vooral even een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik fantastisch vinden. En dan hou ik jullie gewoon op de hoogte van deze kleine meid. En natuurlijk ook hoe het met Niels gaat. En en met mij. Dankjewel voor het kijken. Doeg!